De Surinaamse studenten in Cuba worden niet in de steek gelaten. Deze studenten hebben al maanden geen collegegelden ontvangen. Maar minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning zei vanmiddag in het parlement dat er zo snel mogelijk hulp komt vanuit de regering. Het probleem is, voorzitter, dat het niet zo makkelijk is om geld getransfereerd te krijgen naar Cuba. En wij kijken naar andere mogelijkheden en mogelijk is er via China de mogelijkheid om geld overgemaakt te krijgen naar de studenten in Cuba. Maar we gaan ze niet in de steek laten, voorzitter. Wij zijn daar continu mee bezig om onze mensen daar te ondersteunen. Vicepresident Ronnie Brunswijk haalde aan dat doordat de collegegelden al maanden niet zijn betaald, de studenten al sinds november worden bedreigd met uitzetting uit hun appartementen. En vanaf november ben ik ingekomen als vicepresident, maar dat is persoonlijk, dat ik 9 maanden lang voor 21 studenten heb betaald, 500 per maand. En het gaat over appartementen en voeding. En dat tot juli is betaald. Maar wat betreft de gelden voor college, is ook goedgekeurd in RVM. Maar precies wat Minvin zegt, die overmaking, is een probleem. Maar in ieder geval wat betreft appartementen en voeding, dat het dat tot nu toe is gegarandeerd. Maar bepaalde mensen moeten examen maken. En die kunnen niet als je niet hebt betaald. Dus dat is de situatie. Nou, we vragen de minister van Financiën hier dat moeite moet, gemaakt moet worden om toch de collegegelden te betalen. De Raad van Ministers heeft reeds goedgekeurd dat de collegegelden van de Surinaamse studenten in Cuba worden uitbetaald.